Feyenoord in dezelfde opstelling als jongstleden zondag. Dus zonder Nielsen. Wel met zijn landgenoot Sørensen. Die hier Litos uitspeelt. En het verdedigen van Morato, de vrije verdediger van de Portugezen. En Keijer Molenaar opnieuw vrije man bij Feyenoord. Keijer Molenaar. De eerste minuten heeft hij opdracht om wat behoudend te spelen. Maar daarna moet hij, gezien de stand van de vorige wedstrijd, meer voor aanvallende impulsen zorgen dan zijn verdedigende taak waarnemen. Eerste vrije trap, gefloten door Dotchev in het voordeel van Simon Tamata. Litos, de nummer 6, zijn tegenstander. Sørensen. En uiteraard is Duto weer mee voorin, maar hij verliest het kopduel. Weenstekers. Goeie start, Feyenoord. Spelervatting van Venancio. Wijnstekers. Ling die het duel verliest. Jordão. Pacheco. Maar er is gefloten voor een vrije trap. Sørensen. Wijnstekers. Sørensen. Gefloten voor een overtreding van Sørensen. Opvallend agressief. De start van deze Deen. Eerst met die actie op links. En nu met deze overtreding. Inworp van Gabriel op Jordão. Al met al zijn de Portugezen er toch in geslaagd om een openingsoffensief van Feyenoord te voorkomen. Sterker nog, hier is Jordão naar de actie van Pacheco. En bijna Pacheco opnieuw. Hier Jordão weer. Gabriel. Schot van Pacheco. Uitbraakkans, been Tahamata. Link. Te scherp voor been. En Favier. Na ruim 13 minuten voor het eerst langs de zijlijn. Morgen van Bruyt op Tahamata. 16e minuut inmiddels alweer. Been. Schiet maar eens van afstand. Ja, daar heeft Damas toch de nodige problemen mee. Het schot van Mario Been. Litos. Bruyt onderuit. Jordão. Litos inmiddels neergelegd. En nu ook van achteraan getikt een andere Portugees, maar Dotchev weigert te fluiten. Voor de overtreding tegen deze man, Sosa. Ling die neergaat en Dotchev besluit Feyenoord een vrije trap te geven. Ik ben geneigd te zeggen schenken. Muur van de Portugezen, Tahamata, Sørensen en Molenaar bij de bal. Sørensen. Tweede goede schot binnen de minuut. Stanley Bruyt werpt in. Tahamata en Bruyt. Bijna 19 minuten gespeeld. Bruyt in de fout tegen Litos. Molenaar, hoe lost hij dit op? Jordão en Hiele redt Feyenoord. Tahamata. Tahamata. Tegenstander eindelijk een keer kwijt. Door iedereen gemist. Feyenoord is er nog steeds. Bruyt.
Maar Eriksen binnendoor, dat wilde niet. En nu is het een overtreding van Eriksen tegen Gabriel. Sørensen, Tamata. Nog steeds Simon Tamata. Wijnstekers. Brakt. Hij was buitenspel, maar de grensrechter stond niet op de lijn. Vandaar de kans. Sørensen. Ling. Molenaar. Molenaar. Eriksen. Ja! Het is de procedure zoals die ook afgelopen zondag succesvol bleef. Keijer Molenaar die met grote passen mee naar voren gaat. Hij haalt de achterlijn zoals ook vlak voor rust afgelopen zondag tegen Fortuna. Eriksen nog weinig gezien, maar nu bewijst hij dan toch zijn waarde. Het is vlak voor rust 1-0 voor Feyenoord. Jordão met Duut in de rug. Net erbuiten zegt Dotchev, die wel een overtreding van Duut gezien had tegen Jordão. Zo staat de vrije trap. En Hiele doet waarvoor hij is ingehuurd en wat hij al vaker gedaan heeft. Feyenoord op de rails houden. Inworp op de Tamata. Sørensen. Sørensen, goed. Wat geldt het? De tweede helft heeft eindelijk ook sfeer gebracht in de Kuip. Hoekstra. Link. 1-2 met Been. Voorzet Been. Pacheco komt weg. Jordão. Duut kent evenmin als Troost genade in de duels. Mario Giorgi. Jordão. En het is de gelijkmaker. Litos zet Feyenoord voor een zeer moeilijke opdracht. Het begint bij Mario Giorgi met de pas op Jordão. Troost moet kiezen en komt in, maar Jordão speelt ineens. En achterin is Litos. Het is 1-1 en Feyenoord heeft nog ruim een half uur om twee goals te maken. Tamata. Lijnstekers is mee. Morato onderbreekt. Molenaar, Been. Wijnstekers. Tamata. Wijnstekers. Been. Geen buitenspel van Tjolaling. Dit had het moeten zijn. Eerste inzet van Mario Been. Toen die van Eriksen. Kijkt u maar. Ling. Niet buitenspel. Zijn voorzet is goed. Maar Been schiet op de paal en Eriksen over. Troost. 25 minuten heeft Feyenoord nog om de twee doelpunten af te dwingen. Die tot een verlenging zouden leiden. Molenaar en Ling begrepen elkaar niet goed. Fernandes. Litos. Neergelegd. Been. Gabriel. Pacheco. Litos. Been. Overtreding van de Portugese aanvoerder Fernandes. Vrije trap snel genomen op Wijnstekers. Eriksen. Wijnstekers.
Hoekstra met winst in het duel. Been. Mario Been. Oh, prima. Zal het dan toch nog kunnen? De lange paas van Wijnstekers in de 21ste minuut van de tweede helft. Hoekstra met winst in het kopduel en kijk naar Mario Been. Schitterend 2-1. Spelervatting na een overtreding van Mario Been. Fernandez. En Jordão. Jordão ruziend met Hiele. Portugezen willen wisselen, maar het spel gaat door naar de inworp van Wijnstekers. Eriksen, Tahamata. Tahamata. Gabriel is hij kwijt. Maar nu Pacheco nog, die blokkeert hem. Vrije trap Feyenoord. Beide kanten willen wisselen, maar besluiten te wachten tot na de vrije trap. Sørensen, Molenaar. Hij geeft geen doelpunt. Nog een keer de vrije trap van Sørensen. Het is Eriksen die de bal inzet. En dan, ja, was hij over de lijn of niet? Niet te zien. En Sporting wisselt. De aanvoerder Manuel Fernandez gaat eruit. En net als in Lissabon komt Oceano erin. Ook bij Feyenoord een wissel. Ling eruit, Rep erin. Dat was van tevoren afgesproken. Favier, wat zal er in hem omgaan? Hoe belangrijk is deze week, met zondag nog die wedstrijd tegen Ajax voor Feyenoord, voor het vervolg van het seizoen en zijn carrière. Hoekstra, die de bal mist tegen Mario Giorgi. En dan weer is daar Litos. Litos, en weer houdt Hiele Feyenoord in de race. Wijnstekers. Oceano. Litos. Tahamata mag inwerpen. Wijnstekers. Zoekt naar de lengte van Duut. En Jordão die door mag na het duel met Troost. Troost neemt revanche en wordt dan teruggefloten. En zo ontstaat de padsituatie. Dortchev wil geen blessurebehandeling toestaan. En Jordão wil niet opstaan. Zo wordt het misschien ook van belang om straks eens te kijken hoeveel tijd Dortchev bijtrekt. Vrije trap van Sosa. In de muur. Hiele. En Jordão blijft provoceren. Molenaar. Maar met het toenemen van de haast loopt de zuiverheid terug en worden de counters van de Portugezen gevaarlijker. Sosa, die gezien had dat Hiele iets te ver voor zijn doel stond. Vrije trap naar buitenspel. Minder dan 3 minuten nog. Bal van Troost in de richting van Duut en Hoekstra. Nee, Damas. Hoeveel van deze mogelijkheden en situaties komen er nog? Wissel bij Sporting, al was het alleen maar om tijd te winnen. Saucedo, de Zuid-Amerikaan, de Argentijn erin. En Jordão, de laatste der Mohicanen voorin bij Sporting, gaat eruit. Maar heeft er niet zo gek veel haast mee. De wedstrijd is bijna 1,5 minuut in blessuretijd en dus is de uitschakeling van Feyenoord nabij. Sterker nog. Iedereen dacht even dat Dortchev het laatste signaal gaf, maar Been neemt de vrije trap voor het buitenspel. En Damas was al onderweg naar de kleedkamer. Vandaar die poging van afstand. Nu gaat Dortchev langs de kant informeren wat er aan de hand was.
Hier is te zien dat Damars al op weg was naar de kleedkamer. En als een haas teruggaat, terwijl Mario Been de vrije trap in het strafschopgebied laat landen. Verwarring inmiddels alom. Gotschev zal het spel hervatten met een scheidsrechtersbal. Lijkt me zo. Tussen Been en Saucedo. Feyenoord werkt in. Inmiddels 3 minuten in de extra tijd. Sørensen. Hielen staat in de middencirkel. Wijnstekers. Waarom niet schieten? Sørensen. Schot geblokt. Been. Maar zo krijgt Been een vrije trap tegen. En de tijd loopt door. En nu een botsing tussen Saucedo en Hielen, maar het hoeft niet meer. Want nu, 4,5 minuut na het verstrijken van de officiële speeltijd, vindt Gotschev het genoeg. De Portugezen vieren feest, over 2 wedstrijden gezien terecht. Feyenoord is alleen te prijzen op de veerkracht die het heeft opgebracht. Maar veerkracht alleen bleek niet genoeg om het UEFA Cup toernooi voor meer dan 1 ronde te continueren.